Jullie zien het goed. Zoals ik had gezegd in de wankvideo van dinsdag, denk ik, ging ik misschien een vlogcamera kopen. Nice onderbelichting trouwens. Wow. Oké, ik moet nog wel een beetje aan de settings spritsen om het mooi te krijgen ofzo. Ik ben zo knol! Maar, it's my new camera, boys. What do you think of it? Dus, het is gekke shit. First real gletsjer vlog. Ik zie sommige mensen ook denken van, dude, doe die fucking snor af. I know, dat zou ik eigenlijk moeten doen, klopt. Guys, look at the beautiful backyard. Now, sadly, my cat isn't here. Otherwise, I could show you. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Ik ben geen Enzo Knol. Enzo Knol probeert ze elke dag interessant te maken. Maar ik ben niet interessant. Mijn leven is niet interessant. Ik moet elke zo meer zo houden voor een echte vlogger te zijn. Ga je vloggen of wat? Ja, we aan het vloggen. Ja, niet met onderbroek. Maar ik was dus aan het leren voor de herexamens. Oeh, yes. Nice and nice. Wat ook zo noobie vlogger ding is, is om zo in het scherpje te kijken. En nu kijk ik in de lens en niet in het scherpje. Oeh, scherpje. Zo mijn vorige vlogcamera was zo zonder schermpje. Dus daarmee ik nu heel tijd in het schermpje kijk. Oké, but. Wat ik vandaag wou doen, ik wou even nog een update geven over het probleem, zeg maar, met die bots. Gast, zo word je geen echte Enzo Knol. Belgische Enzo Knol incoming. Dit is trouwens Gletscher Headquarter. Dat was mijn SSD, videokaart, CPU-cooler, Ryzen, pretty nice. Oeh, Marvel-collectie, games die ik nooit ga spelen. The real interesting thing is over here. My computer. Toen ik zo die ene video had gemaakt van dat ik zo zei ik een nieuwe computer had en al, was er iemand die zei, waarom doe je geen setup tour? Ja, omdat ik alleen een webcam had. Dat ding daar. Dat ook echt fucking skeer is. Ja, dat is kapot, Jan. Zo, ik weet niet of dat iedereen zo'n Logitech ding kent. Maar dat is dus met zo'n clipje dat je aan je pc moet doen. En ik wou een YouTube benaderen en ik doe het zo op mijn camera, op mijn webcam. En dat flikkert eraf en dat ding breekt af. Nu, geloof mij. Dat is echt vrij lastig eigenlijk, want ik doe dat nu met plakband, maar ja, dat werkt gewoon niet goed. Dat gaat heel te scheef zitten, dus als ik je iets kan aanraden, klopt niet op je webcam. Oké, but today guys, today I'm going to power up my computer. Even, yes, it's that pretty thing, huh? Cable management, top, I know that. Oké. Laten we het gewoon even aanzetten. Er zit een beetje stof op. Oké. Dat is de verkeerde kleur. Oké. Ah nee, wacht, dat is fake rood. Oké, dat is geen fake rood. Nice. So, that are my two beeldschermen. Pretty nice. Mijn mic. Helemaal niet skeer. Ja, ik kan nou eens een nieuwe mic kopen. Ik weet dat fucking skeer is en shit. Oh, dit is mijn computer. Oh. Dus, ik weet niet of dat iemand Endgame heeft gezien. Zo die ene film, heel veel helden en zo. But those. Oh my god. Are you kidding me? Dat zijn dus zo de Avengers. En boom! Looking for this. Ik weet niet, ik vond het wel epische background of zo. Dat heet al fucking episch. Voor de rest, ja, dat is mijn PC. Cable management is niet zo goed, daarom ga ik niet up close. Oké, vanaf hier is de belichting wel vrij sava precies. Nu, anyway, ik wou vandaag dus nog praten over die bot. Ik wou daar toch nog even over hebben, denk ik. Nu, die dag, ik was... Hoe moet ik het zeggen? Het lijkt trouwens dat ik gigantische wal onder mijn ogen heb. Dat is een beetje zo, alleen deze twee dingen, maar dat komt omdat ik gewoon fucking slecht heb geslapen. Anyway, de bots. Die dag was ik een beetje gewoon heel gefrustreerd. En zo. Nu vragen mensen waarschijnlijk af, ja, is het nu beter eigenlijk? Is het weg? Zijn de bots weg? Ik moet echt stoppen met in het schermpje te kijken, maar dat is zo'n... Oké, dus ik zit nu bij de kanaalcijfers van die ene video waar ik heel hard aan het wenen was. De recentste video. Niet de ik ben terug video, dat was nog erger.
zo eens naar de tab bereik gaan. Ik zal het gewoon even laten zien. Dat is misschien interessanter, maar ik ben ook zo iets te lui om zo mijn scherm op te nemen, snap je? Dus ik laat het even zo zien. Dat is misschien fucking noob. Ik weet, is dit zelfs toegelaten ofzo? En bij type verkeersbron zie ik browserfuncties, kanaalpagina's, andere YouTube-functies, meldingen, blablabla. Iemand, klikken mensen via meldingen. Oké, jullie doen dat belletje aan. En als je naar verkeersbron extern gaat kijken, ziet je Discord. Je ziet Facebook Messenger, maar je ziet die sub-for-sub video booster niet meer staan. Nu, ik dacht van yes, ik ben er van af. En toen keek ik bij, wacht hè, publiek, dat was het. Oké, dus veel geabonneerde mensen, niet geabonneerde mensen en onbekend. Ja, ik onbekend neem ik aan gewoon dat die geen YouTube-account hebben. Toplanden België en ik zie 54% staan. Nu, zoals echte YouTubers, wacht. Hallo! Nu, ik heb zitten nadenken hoe dat zou kunnen komen. Ik hoor sommige mensen al denken van, Indiërs, doe ze weg! Nee, het zijn geen Indiërs, denk ik. Ik heb gewoon een beetje logisch zitten nadenken. En ik denk eigenlijk omdat dat komt omdat de titel een bekende meme is. En als ik ook ga kijken naar overzicht, dat ik er net ook laat zien. Nee, bij bereik, dat er 613 vertoningen zijn. Wat betekent dus, als je YouTube opstart, dat er 613 keer bij verschillende mensen heeft gestaan van ah, kijk, die video van Gletscher. Nu, 65 mensen hebben daarop geklikt. En de kijktijd vanuit vertoningen is 204 minuten. Wat niet slecht is. En ik heb eens nu zitten denken. Engelse dudes zien die titel. En die kunnen even goed denken, ah ja, dat is een Engelse video. Dan klikken die hierop en zijn die, ah, dat is Nederlands. We gaan weg. En ik denk eigenlijk dat ik zo aan een groot deel van mijn video's kom. Hoop ik. Anders zou ik het niet weten. Nu, als je ook zo kijkt naar, wacht hè, kijksloyaliteit, ziet je dat 40% bij de 10 seconden al heeft weggeklikt. Oké. en dan kunnen even goed die Engelse dudes zijn, want dat klopt ook, want 60% ongeveer kwam uit België. En 40% of zoiets was overig, maar ik weet niet waarom het er overig staat, to be honest. En ik denk niet aan het bot zijn, ik denk gewoon dat het anders zal die sub-for-sub video booster. En ik heb ook geen berichten gekregen meer van Indische kanalen om erop te abonneren. Dus ik denk dat de dude die de subbot heeft gedaan de video wel heeft gezien. Hij heeft het wel niet toegegeven dat hij het was. Maar hij is er al mee gestopt. En Soera heeft er geen last meer van, Jarren heeft er ook geen last meer van. Van Soera weet ik het, van Jarren weet ik het niet. Dat is PewDiePie. Maar goed, in één doe die ermee is gestopt. Ja. Maar ik denk wel dat ik mijn eerste vlog ga afsluiten. Ik weet, ik ben nu heel opvallend hard in het schermpje aan het kijken. Maar ik vind het leuk. Maar oh, wat doet met mijn wallen? Zie je, zo heb ik geen wallen. Dat is gewoon door het licht. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je het heel leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer een andere vlog. Doen we iets leuk. Gaan we lekker gek doen. Ja. Doei. Yes.